Diana Matroos. Het kapitalisme heeft ons heel ver gebracht. Maar ook de donkere kant ervan voor mens en natuur dringen meer en meer tot ons door. En eigenlijk weten we wel dat ons één ding staat te doen: een nieuwe vorm van economie bedrijven. Maar ja, hoe overwinnen we dan onze weerstand om echt te veranderen? Welke leiders zijn nodig en welke regelgeving gaat ons daar dwingend bij helpen? Daar praat ik deze week over in BNR's Big Five van het kapitalisme met vijf kopstukken en zoals jullie weten van ons hebben ze allemaal weer een ander perspectief wat ze brengen en vandaag krijgen we dat perspectief van Dirk Beesmer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij is schrijver van het boek Een land van kleine buffers. Welkom Dirk, fijn dat je er bent. Dankjewel, Diana, bedankt voor de uitnodiging. Ik weet dat je kritisch bent over onze huidige vorm van het kapitalisme. Dus daar ga ik het zeker uitgebreid met je over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, gisteren kwamen er toch wel hele mooie berichten naar buiten. Uh, we zijn aan een recessie ontsnapt, we hebben een groei. En hoe kijk jij dan naar dat soort cijfers? Was ik heel erg benieuwd naar. Ja, het is natuurlijk fijn voor uh, heel veel mensen dat, we, dat ze veel te besteden hebben. Hè, want die recessie vermijden, dat komt vooral doordat we meer consumeren dan vooraf gedacht werd. Um, aan de andere kant was wat dan technisch een recessie heeft, eigenlijk een afkoeling van een oververhitte economie. Uh, als je kijkt naar de woningmarkt enzovoorts. En, uh, en bovendien ook de arbeidsmarkt tekorten. Dus dat, dat zou helemaal niet zo slecht geweest zijn. Dus het is natuurlijk op zich goed nieuws. Ja, maar, maar, een, maar wat is er maar in jou? Maar een, <laughs> een milde recessie zou eigenlijk best goed geweest zijn... om um, de oververritting op de arbeidsmarkt, de woningmarkt... en andere, andere aspecten een beetje af te koelen. En bovendien, hey, dit is natuurlijk een momentopname... dit gaat om uh, kwartaalcijfers... Op de langere termijn moeten we met z'n allen minder gaan consumeren en produceren. Want vanwege het klimaat en vanwege andere. Ja, dus je zou eigenlijk zeggen knelpunten. van we hadden het misschien wel even nodig dat, het, dat we even. Nou ja, niet deep down zouden gaan, maar dat we even een klap in het gezicht zouden krijgen om wat dingen te herijken. Ja, zo'n zware klap is dat niet eens. Om gewoon evenwichtiger te gaan leven, zou ik zeggen. Ook. Uh... Ook in economisch opzicht, maar natuurlijk ook in onze verhouding met de natuur. En dat is iets van langere adem. Dus in dat opzicht ben ik niet zo blij met voortgaande groei. Want we moeten toch, we moeten toch die groei, onze materiële groei, productie, consumptie, uitputting van de natuur. Dat moeten we echt af gaan vlakken. En ik merk dat dat een enorme drive bij jou is. Want los van het boek. We, we, we kennen je ook van je columns in de Groene Amsterdammer. Je bent heel erg kritisch over hoe we dat huidige ka kapitalisme inrichten. Waar komt die drive bij jou vandaan? Was er een bepaald moment dat je dacht. Ik moet dit gewoon aan gaan pakken constructief kritisch hoop ik Diana. Ja zeker, zeker. En het is heel boeiend, maar ja, 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 ja. je hoeft het ook niet af te vlakken. Uh, dat ga ik ook zeker niet doen. Maak je geen zorgen. Maar nou eigenlijk is dat uh, die belangstelling, uh, ja echt, dat is echt wel een diepe interesse in hoe. Ons economisch systeem werkt, ook als een sociaal systeem. Hoe we het als maatschappij met elkaar ingericht hebben. Wat, daarvan de, wat er achter de ideeën zijn. Ideologie is ook echt iets wat me heel erg interesseert hoe dat werkt. De ideologie van het kapitalisme, dus waar, waar we nu in zitten. Wat de voordelen en nadelen zijn van het systeem en ook wat de voordelen voor wie en de nadelen voor wie zijn. Dus dat is politiek. Ja, ja dat, dat vind ik gewoon razend interessant als wetenschapper. Nou, en uh, dat delen we met elkaar. Dus, dus mooi dat we dit gesprek uh, kunnen hebben. En ik, ik, ja, je hebt ook hele mooie uh, frames die je zichtbaar maakt. En dat heeft natuurlijk ook met de ideologie te maken. die we hebben ook over hoe we uh, nu met elkaar leven. En dat wil ik ook met je bespreken. Maar eerst de context. Ja, Hè, want staat, dat zeg jij ja. zelf ook. En als wetenschapper vind je dat natuurlijk uh, belangrijk. Uh, wat is nou kapitalisme? In jouw oog, hoe je daarnaar kijkt met al het onderzoek wat je daarna hebt gedaan. Ja, precies. Dus voordat we naar Nederland vierde kwartaal 2022 een beetje groeien, <laughs> dat is natuurlijk heel leuk. Maar even uitzoomen: de staat van het kapitalisme. Wat is nou kapitalisme? Nou, dat is een manier om de economie te organiseren. Niet de enige mogelijke manier, maar nu wel wereldwijd ongeveer de enige manier op Noord-Korea na. Uh, een manier om de economie te organiseren waarbij je een scheiding hebt tussen kapitaal en arbeid. Dus waar, waarbij je niet meer zoals in pre-kapitalistische vormen uh, uh, coöperatieven hebt of uh, ambachtelijke vormen van productie, waarbij arbeid en kapitaal in dezelfde hand zijn, kleine, kleine productie vormen, uh, maar waarbij kapitaal en arbeid gescheiden zijn... en waarbij je dus uh, kunt, uh, bijvoorbeeld kunt investeren... denk aan de VOC bijvoorbeeld, in iets wat je niet zelf doet. Dat is eigenlijk de grote uitvinding van het kapitalisme. Dat is het eerste kenmerk. En het tweede kenmerk wat ik dan zou willen benadrukken... is dat kapitalisme gaat natuurlijk om markten. En we zijn zo gewend aan economie dat economie en markten... dat wordt bijna gelijk geschakeld, maar het idee dat alles verhandelbaar is... dus dat je alles doet voor productie en verkoop op de markt... En dat alles ook vermarktbaar is. Dat alles een prijsgang kan worden. Dat het verhandelbaar kan zijn. Dat is echt een kenmerk van het, uh, van het kapitalisme. En dat is niet, uh, niet zwart-wit. Het mm -hmm. kan wel of niet op de markt. Maar ook steeds meer aspecten van ons leven... worden verhandelbaar op markten. Zoals? Nou, bijvoorbeeld... Um, het idee dat je... Uh, laat ik even, he, natuurlijk... goederen en diensten... Dat, dat vinden we allemaal heel erg normaal. Ja, Brood, dat snappen we ook allemaal vanuit de economie. Maar het idee ja. dat je uh, bijvoorbeeld ook jouw... Uh, toekomstig verdienvermogen iets is wat verhandeld kan worden op markten. Als jij als student leent, dan leen je tegen je toekomstige verdienvermogen. En die lening die kan de bank weer verhandelen op financiële markten. Dat he. is eigenlijk ook dus weer een businessmodel wat jij hebt Dat beschrijft. is een businessmodel. Denk aan hypotheken die ook verhandelbaar werden. Die leiden tot de grote financiële crisis. Zo dus mm -hmm. zie je meteen ook al de schaduwkant ervan. Ja. Maar dat het uh, de het hele feit dat hypotheken verhandelbare financiële producten geworden zijn... betekent ook dat er een enorme toename van het aantal hypotheken kwam. Uh, dus, en daar zie je dus die, ja, die Januskop van het kapitalisme, zou je kunnen zeggen. Dat het, aan de ene kant geeft het een enorme expansie en groei, in dit geval van hypotheken. Aan de andere kant leidde dat dus tot stijgende huizenprijzen... stijgende schulden en financiële instabiliteit.